Fijne soldaten, het is je boy Malayupu. Vandaag zijn we weer terug bij een nieuwe aflevering. Iemand van de productie had bedacht om iets nieuws te doen, genaamd een prank call. Zo had hij het in ieder geval genoemd. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Wat is de bedoeling? Ik trek kaartjes, bijvoorbeeld deze. Er staat dan hier op Naku. En dan bel ik dus iemand op. En in het gesprek moet ik dit woord zeggen. Het is de bedoeling dat ik dit hele potje leeg krijg in het gesprek. Wie ga ik opbellen? Ik ga een random iemand opbellen. Op mijn iPadje zoek ik zo het telefoonboek op. En dan ga ik gewoon een random nummer uitkiezen. En dan ga ik gewoon bellen. En dan ga ik die kaartjes gewoon oplezen in het gesprek. Want het is malle, malle, en ik hou me kunnen warren, sport. De telefoongids en een trefwoord. Nou, welk trefwoord zullen we doen? 1. Goedemiddag, spreek ik met Hans? Nee. Ben jij een goon? We gaan gewoon weer verder, mensen. De eerste hing op, maar we gaan gewoon weer door. Ik spreek met Arnoud. Ja? Ja, ik had even een vraag over anale seks. Want ik hoorde dus dat van de buurt, dat jij een homo bent. En wij hebben een hekel aan woesjoems. Dus mijn hoofd wordt echt thee van jou. Want ik heb een hekel aan mensen die kont vingeren. Jij lijkt me echt zo'n figuur, klopt dat? Ja, want hoe heet het? Ik word echt mijn hassep van mensen als jij, hè? Met geen amsjes neuken, maar alleen gasten. Wat ben je nou voor viespeuk, man? Je moet aan een infuus liggen, jij, man. Jij bent gek. Maar ik kom aan in een Mercedes straks en dan schiet ik je hele kop kapot, man. En daarna ga ik een lumpia met rijst op je gezicht slaan. Dus pas maar op. En dan ga ik weer get, man. Wat wil je dat ik mijn nakkoe voor je ga trekken? Want je weet toch, ik maak gewoon shawarma van je hoofd, grap. Ik weet niet wie je bent en wat je bedoelt. Ik ben een goon, dat ben ik. En heb je me niet gezien op 101 Bars? Op wie? Op 101 Bars, want ik ben een echte boef, grap. Ja, dat kan. Maar ik weet niet wie je bent. Nee, nou ik... Klopt het trouwens dat jij een Rolex hebt? Sorry? Klopt het dat jij een Rolex hebt? Nee. Nee? Nou, dat is dan heel vreemd wat er beweren mensen, want ik heb van een hypnotherapeut gehoord dat jij dat dus hebt. Ja, dat heb je pech, want dat heb ik dus niet. Dus. Ben je serieus, Kiel? Ja, ik ben heel serieus. Maar rook je wel assie? Nee, ook niet. Hoezo niet? En kaasfondue, vind je dat dan wel een lekker gerecht? Ik heb namelijk gehoord dat homo's van kaasfondue houden, dus daarom vroeg ik me af of je van kaasfondue houdt. Nee, want ik hou helemaal niet van kaas. Nee? Maar heb je daar wel doekoe voor dan? Goedemiddag, van de Vrouwkartelhoordenwijk is van Lenden, waarmee kan ik u van dienst zijn? Goedemiddag, ik heb een handicap. Ja. En mijn schoenen, die zijn te klein, doordat ik een baardaap ben, zeggen mensen. En ik vroeg me af of u nieuwe jeans voor mij kon krijgen. Omdat ik binnenkort naar de Taliban toe ga. En ja, daar ga ik schapenmaag eten. Lijkt het u leuk om mee te gaan een keer? Ja, lijkt me leuk. Ja? Want ik ben wel een beetje een klein slangetje hoor. Oké. Okay. Ja, ik rap ook. Ik ben ook een rapper. Wilt u een rap horen? Ja, doe maar wat. Mijn AK-47 gaat hem. En mijn hoofd doet bang, bang, bang. En mijn huidskleur die is blank. En ik heb altijd de juiste klank. Wat vond u ervan? Ja, mooi. Misschien moet je eens een keer langskomen om het hier voor te doen. Dat zou ik zeker willen doen. Want ik ben wel een beetje een rat hoor. Daar niet van. Wat zeg je? Vindt u mij een klootzak nu? Of een satanskind? Want ik heb het wel gezellig met u aan de telefoon en ik kom een keertje langs, heb ik genoeg geld in mijn broekzak en dan gaan we gezellig wat drinken bij Van der Valk. Wat vindt u daarvan? Leuk, doen we dat. Ja, gaan we zeker doen. Oké, okay, nou gezellig, dan zie ik je vanzelf wel. Is goed, dan doe ik nog even een hinkstapsprong en dan spreek ik u de eerstvolgende keer. Helemaal goed, veel plezier. Is goed, ik ben zo zoet als snoep hoor, dag. Van der Valk, wat ik even tegen jullie wil zeggen... Wat hebben jullie een ongelooflijk net personeel. Als ik daar had gezeten, had ik al lang de hoorn op de haak gedaan. Maar deze vrouw, topvrouw, gezellig, leuk. Echt waar. Dank jullie wel, Van der Valk.
Ga een keertje naar Van der Valk. Als je een goedkope totti hebt en je denkt, hé, ik wil ergens een meid klappen, bel Van der Valk. Dan word je in ieder geval goed geholpen. Goedemiddag. Spreek ik met de maker van Bonnesoets? Ja. Ja, luister, ik heb doekoe, omdat ik kaasfondue verkoop. En assi. En ik vroeg me af, hou jij van lumpia's met rijst? Ik hou voornamelijk heel erg veel van kaas of vlees. Jij houdt heel erg veel van kaas of vlees, maar ik heb gehoord dat je wel een gekke goon bent. Wat reuze mee. Ja. Nou, ik had het dus laatst gehoord van mijn hypnotherapeut. Ja. Want hij zei, ja, die eigenaar van Bonnesoets is maar een boef. Dus ja, of ik even een brakka op je wou zetten. Maar ja, toen hoorde ik dat je een boeler was en dus zei een andere boeler uit mijn buurt van, hé, laat me hem doggy stijl pakken. Maar ja, je weet toch, ik had niet genoeg saaf om hem te betalen om dat te doen. Dus ben ik daarna maar doorgegaan om een Zina te neuken. En daardoor heb ik een posttraumatische stressstoornis gekregen. Maar wat vind jij toevallig van poep, als ik vragen mag? Ja, want Jan-Peter Balkenende die vertelde laatst aan mij dat hij dat toen hij stoned was, hij best wel veel chimies had geneukt tijdens het poepen. Wow. Serieus, wat een woeshoem is die Peter Jan-Peter Balkenende, hè? Wat een man. Wat een man. Ja, mijn hoofd wordt ook echt thee van hem. Ja. Maar die homo uit mijn buurt vroeg trouwens of je goed was met kontvingeren. Ja, anaal dus. Wat zeg jij? Anaal dus. Ja. Nou, ik kan die jongen van de buurt, kan ik je wel even je bereiken? Je weet toch, ik kan zijn nummer wel even aan je geven. Nee, ik doe het liever bij meisjes. Je doet het liever bij meisjes? Ik hou er echt van mannen. Ik word ook wel eens verliefd op een man, maar ik heb nog nooit een man in zijn kont gevingen. Nee? Nou, dan moet je gaan shawarma eten, want dat helpt echt erbij als je get wil gaan, als er een vervelende gozer achter je aan zit. En dan kan je altijd nog aankomen rijden in een Mercedes, die van een kill is uit jouw buurt. Vind je dat niet fresh? Nee, ik heb het niet zo op auto's. Nee? En wel op infusen? Dus laatst trok iemand een nakku voor me en ik werd helemaal gek, man. Ik denk, ik word gewoon mijn hassep ervan. En toen ging ik maar op 101 Bars kijken en daar zag ik opeens een 1-op-1 sessie van twee rappers die over een nakku aan het praten waren. Ja. En er was dus een amsje uit mijn buurt en die vond het heel erg leuk. En dat wou ze jou even melden. Krijg een wisselgesprek. Jo, ben je er nog? Ik ben er nog, hoor. Ik heb 0,0 tijd hoeven wachten. En daarom wou ik je even zeggen dat het best wel chill was. En ik wil ook nog een Chin Broekoe bestellen. Dat was het. Oké. Okay. Is goed. Hey, fijne middag, gozer. Jij ook. Joe, rustig. We hebben het hele pakketje leeg op hem kunnen vertellen. Ik vind eigenlijk wel dat ik heb gewonnen al, hoor. Omdat ik weet dat dit natuurlijk niet een van mijn leukste pranks is. Dat zie ik zelf ook wel in. Ga ik speciaal voor jullie er gewoon nog eentje doen. Gewoon nog eentje. Hallo? Ja? Spreek ik met Corij? Ja. Zit jij toevallig bij de Taliban? Want ik ben blank en wij aan de telefoon hou ik altijd gesprekken met vochtig kontharige mensen die bij de Taliban zitten. En kleine slangetjes noem ik dat soort mensen meestal, omdat ze niet te vertrouwen zijn. Dus je verlepte hoofd, daar kan ik niet naar kijken, dus sla ik er maar met een jeans op. En in mijn broekzak zit dan vaak gewoon een koperen kogel, zodat je gelijk dood bent. Maar heb ik die koperen kogel niet, dan pak ik gewoon mijn AK-47 om je aan te pakken. Dus ik ga een rap over jou schrijven, om je wijf te laten klaarkomen. Want zij is ook een vieze rat. Wat vind je daar tot nu toe van? Want volgens mij is je vriendin gewoon een satanskind. Of is dat niet zo?
Ik ben een baardaap. Wie ben jij? Ik heb dan weer bent, jongen. Ik zoek je zo op, vriend. Kom maar voor mijn neus, denk ik, zeg, vriend. Nee, ik... Beter doe je het stoer. Zeg maar wie je bent nu. Ik zweer, ik kom naar je toe, jongen. Ga maar zo praten doen via telefoon. Ik neuk jouw kankermoeder, vriend. Ik neuk jouw kankermoeder. Ik kom uit Zimbabwe. Ik heet Hans. Hans Weringa en ik kom uit Volendam. Leutje, want ik zoek jou op, jongen. Geloof mij, ik zoek jou op. Maakt niet uit, want ik krijg deze nummer wel. Maakt niet uit, maak je geen zorgen. Ja? Maar nu lekker dansen, genieten. Kort op een dag ga je wel zien dat jij niet meer leeft, ja? Is goed als jouw hoofd. Deze gozer was kapot, para. Ik weet niet waarom hij zo vroes werd. Je weet toch, mensen zijn niet gezellig. Gozer, als je dit ziet, was gewoon een grapje, was gewoon een prank call. Weet je, we hebben gewoon random je nummer ingetikt. Weet je, we komen gewoon random bij mensen uit. Het is je boy Malayupu aan de telefoon, ja. Deze gozer, jongen. Volgens mij heeft hij sowieso 3 maanden geen seks gehad, want anders reageer je niet zo vroes aan die telefoon. Maar wel SO naar deze gozer, je weet toch, want ik zou ook vroes reageren, hoor. Als iemand me zomaar komt lastigvallen.